Boma, de Grondmijn en de Rabobank. En welkom aan onze gastsprekers van vandaag. Het meest duurzame kantoor ter wereld mag bouwen. Namens de collega-bestuurders uit de regio zou ik jullie heel hartelijk willen danken voor de afgelopen 10, 15 jaar. De nadruk zal meer moeten liggen op binnenstedelijk herontwikkelen. Ik zal je straks een plaatje laten zien, misschien van de trein, dan weet u wat eruit ziet, dat voor je dan zien. De looproute van het station naar de stad, dat is werkelijk uniek. Ik heb wel eens het gevoel dat mensen in Noord-Holland onderschatten van wat de waarde van dat gebied is. Maar wat een timing om nu hier aan te komen. Van de kust en van de groene loop van deze regio. Een hele succesvolle discussie. De leegstand vraagt om ruimte. En die ruimte kan je op verschillende wijzen zeg maar interpreteren. Komt uiteraard toe. Een woningcoöperatie van Wakenbord Kemmerland. Dus ook dank voor de partijen met wie we samen gewerkt. En lekker naar de vet en proosten op woonmarkt met de prijzen van vandaag. Dank voor uw aandacht.